Goedenavond, Kim. We staan hier op de persvoorstelling van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor, alstublieft. Ik ben Kim van der Schralen, ik ben 24 jaar. Ik kom van Borsbeek. Ja, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben een verkoopster in het Kruidvat in Mortsel. Ik ben ook een dagelijkse mama van een zoontje van 1,5 jaar, genaamd Liano. Ja. Ben je alleenstaande moeder? Ja, ik ben een alleenstaande mama. Valt dat mee? Want kindje, Kruidvat. Dat is heel moeilijk soms, maar het gaat wel. Ja. Okay. Heb je dan grootouders of zo die op het kindje plassen of naar de crèche toe? Nee, die blijft eigenlijk thuis bij mijn vriend momenteel. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Waarom niet? Ja. Je hebt je ingeschreven dan aan deze misverkiezing. Hoe komt dat? Ik ben eigenlijk, ik wou eens een nieuwe ervaring meedoen en het lijkt me ook het is tot hiertoe wel heel leuk geweest. Nieuwe meisjes leren kennen, nieuwe vrienden gemaakt. Vooral de samenwerking met de meisjes ook, het is heel leuk. En we zullen wel zien wat er van komt en wat er gebeurt. Wat vindt je vriend er nu van? Mijn vriend, die vindt dat wel oké. Die staat ook volledig achter mij. Familie? Mijn familie, die zijn allemaal zo heel enthousiast. Ze verschieten er ook heel hard van als ik ben verkozen mee voor finalisten. Ik had het zelf ook nooit niet verwacht van mij. Maar ik ben wel heel blij voor mee te kunnen doen en heel de campagne lang. Ja. Ja, wat staat er nog op het programma? Nog heel veel. We gaan morgen naar Oostende. We hebben teambuilding en een fotoshoot. We hebben nog een modeshow voor ons goed doel. Voor transgenders en holibies en daarin dergelijke verder. Wat vind je daarvan, van dat regenbooghuis? Het regenbooghuis, ik vind dat enorm leuk dat ze mensen ervoor uitkomen. Ook mijn zusje is zelf ook een lesbische. Dus die is ook voor de andere kant een beetje. Dus ja, ik vind het alleen, die verwacht ook binnen 2 weken een kindje. Dus ik ben heel blij. Ja, dat daar toch een campagne wordt gedaan voor dat niet taboe wordt. Want vroeger was dat zo taboe. En nu is dat niet meer. En ik vind dat ze daar eerlijk voor uit de kast moeten komen voordat ze dat zijn of niet. En mensen mogen daar geen oordeel over hebben. In Antwerpen heb je zo onder andere de Gay Pride, geloof ik. Gay Pride, ja, inderdaad. Ik ben daar ook mee naartoe geweest en ik vond dat heel leuk. En mensen zijn enorm plezant. Die mensen die leven ook naar hun eigen ding. En ik vind dat moet kunnen. Wat staat er nog allemaal op het programma bij de verkiezing? Wij gaan nog naar de modeshow van Regenbooghuis. Fotoshoots gedaan? Ja, we hebben van onze flyer al gedaan. Voor ons pagina ook nog. Uh-huh. En er gaan nog veel dingen ook gebeuren, maar ik weet eigenlijk niet zo echt. Verder, ik heb dat nog niet echt. Het staat nu nog niet in mijn hoofd van dat gaat er gaan gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd naar wat er gaat gebeuren. De winnares die gaan naar het buitenland, zie je dat zitten? Zeker, zeker. Dat is altijd heel leuk voor mij. Leuk meegenomen. Reis je graag? Ja, ik ben heel leuk. Ik reis enorm graag. Ik heb ook al heel veel gereisd. Wat trekt je daar? Ja, zoals? Ik heb gewerkt in het buitenland, in Spanje, Mallorca, Marbella, Ibiza. Ik heb daar altijd in de zomer gaan werken. Spreek je Spaans? Nee, de taal spreek ik zelf niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Sinds wanneer ik mijn kindje ben ik ermee gestopt. Maar daarvoor ging ik elke zomer naar het buitenland voor te gaan werken. Dus, spreek je zo aan dan het buitenland? Gewoon de sfeer. Je bent weg van België, je bent weg van je omgeving en het is altijd heel leuk. Je bent zo onstressed. Het was ook altijd in de vakantieperiode precies? Dat je altijd in de vakantieperiode, want de 2 maanden ben ik altijd weg geweest. Ja. Juli en augustus ben ik altijd weg geweest, Natuurlijk kom je dan een heel deel mensen tegen die allemaal... En alleen maar feestbuien, altijd maar drinken en... het is eigenlijk wel heel leuk voor te werken ook. Een leuke ervaring ook, voor mij te maken. Wat doe je nog buiten je... bezigheden, je dagelijkse bezigheden? Ja, vooral mama zijn, voor mijn kindje zorgen. Voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Ik doe ook nog nagels en haar. Die topbestemmingen, wat zijn jouw topbestemmingen eigenlijk als je op reis Mijn gaat? Droomland is Australië. Maar het houdt me eigenlijk een beetje tegen omdat het 24 uur vliegen is. Dat is een beetje lang. En ook voor mijn zoon in de toekomst is dat ook wel een beetje veel te lang. Maar het is inderdaad wel mijn droomland. Ja. Wat heb je daaraan in Australië? Gewoon de sfeer. Mijn vriend van mij is er op een jaar naartoe geweest. Op wereldreis geweest. En heeft mij enorm veel foto's gestuurd. Enorm veel laten zien hoe leuk dat het daar is. Dat was echt,
Het sprak me heel hard aan. Een aanrader. Ja. Nu, als we je beter zouden moeten leren kennen als meisje of vrouw, moeten we dan zeker weten over jou? Ik ben een heel pleziermaker. Allee, ik maak graag plezier. Ik doe graag dingen. Ik heb ook een heel zwaar auto-ongeluk gehad, waardoor dat ik het leven heel anders zie. Nu, ik leef van dag tot dag eigenlijk echt wel niet meer zoals vroeger van oh, dat er is er gebeurd of dat is er gebeurd. Ik leef gewoon echt hoe dat ik wil nu en ik wil er ook voor, alleen voor leven gewoon. Ja. Wat heb je nodig om een misverkiezing te winnen? Goh, dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Een misverkiezing winnen, ja, ik vind het heel belangrijk bij Miss Universe ook niet naar alleen het uiterlijk wordt gekeken, maar ook naar de persoonlijkheid en wie dat je ook echt bent. En het maakt niet uit wat voor vormen of wie dat je ook, wat voor iemand dat je eruit ziet, dat heeft er wel mee te maken, maar niet alles. En dat vind ik heel goed, want daarvoor heb ik ook meegedaan. Als het alleen het uiterlijk had geweest, dan had ik niet meegedaan. Ja, oké. Ik wens je in ieder geval nog een heel fijn verloop van de verkiezing toe en veel succes. Dank u wel. Alsjeblieft.